Goedemorgen, gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, gasten in ons midden en degenen die meekijken via de livestream. Hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst wordt het heiligavondmaal gevierd. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Mulder. De schriftlezing is uit Galaten 2, de versen 15 tot 21. De titel is Identiteitsverandering. Mededelingen namens de kerkraad. Een huwelijksafkondiging. Broeder Jan Boer en zuster Manara Kamatarjan hebben de kerkelijke bevestiging van hun huwelijk aangevraagd. Deze zal plaatsvinden, Deo Fante, zaterdag 5 oktober om 14:00 in de Pneelkerk. Voor zal gaan dominee Van der Ree. Het adres is Scheepjeshof 45 in wijk 2. Collecte. De collecte voor het heiligavondmaal is bestemd voor de stichting NN Veenendaal. Deze stichting verstrekt al jaren aan het eind van het jaar voedselpakketten aan mede-Veenendaalers met een minimaal inkomen. Het gaat om een grote groep mensen en gezinnen die met zeer bescheiden middelen moeten zien rond te komen. Het werk wordt in absolute anonimiteit gedaan en zorgvuldigheid gaat in verband met hun privacy. Het wordt aanbevolen, deze collecte. Het is ook mogelijk om deze over te maken aan de diaconie. Zie zondagsbrief. De fysieke collecte in deze dienst zal bestemd zijn voor de diaconie. En de gelden zullen gebruikt worden voor gezinszorg. En de bankcollecte is voor de vaste kosten van de kerk. We gaan nu zingen de schoolpsalm, psalm 134, vers 1 en 2. De kerkraad wens jullie allen een gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 96 en daarvan het eerste en ook het negende vers. We luisteren samen naar Gods geboden en vervolgens zingen we uit Psalm 25 het derde vers. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft.
U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. Naast dat er vermeld is op de zondagsbrief, willen we in het gebed ook denken aan zuster Schuurman van Anker 3. Zij mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. We mogen ook denken aan broeder Arjan IJsma van de Krouwelaan 3. Hij heeft na aanleiding van een scan en bloedonderzoek een positief bericht gekregen. Het vocht in de long is aanzienlijk verminderd en de long is ook verder ontplooid. En over 3 maanden wordt er opnieuw gekeken. Wij denken ook aan Eline Achterberg van de Vendelseweg 16. De operatie aan de galstenen is goed verlopen. Noem ook de jonge Rebecca Zwart, Roggeveld 53. Zij moest vanwege een koortstuip afgelopen week met de ambulance naar het ziekenhuis, maar ze knapt intussen thuis steeds verder op. We denken ook aan broeder en zuster Van Dijk van de Goudvink 75, dat een broer van Henk is overleden in de leeftijd van 76 jaar. Zullen we tot de Heere gaan in ons gebed. Onze Vader die in de hemel zijt, we komen tot u. Dit moment, nu we zijn samengekomen als gemeente, om bij woord en bij sacrament te gedenken wie u voor ons wil zijn, ja, voor wie u in ons wil zijn. We bidden u, Heere, wilt u deze dienst gebruiken? Gebruiken om ons te voeden, om ons te versterken, om ons richting te wijzen in ons leven. Wilt u deze dienst gebruiken, zodat het niet maar op afstand blijft, maar dat uw woord en de betekenis daarvan binnenkomt en ons vernieuwt en het nieuwe leven versterkt. Heere, de week heeft van alles gebracht. Allerlei dingen spelen in onze gedachten. En we hebben ons ook mogen voorbereiden op het avondmaal. En we danken u met een ieder die met vreugde naar de kerk is gekomen. Die eruit ziet om ook in het sacrament dat u ons gegeven hebt. Om uw dood te verkondigen. Waardoor wij leven. Zegent u ons, Heere. Als we zo met vreugde en dankbaarheid hier zijn. Maar wees ons ook nabij als twijfel en aanvechting ons deel is. Als we zien op onszelf, als we zo vaak lauwheid en oppervlakkigheid opmerken, als die oude mens zich nog zo sterk roert. Heere, zegent u ons ook dan. Geef dat we u mogen zien en
En dat we het avondmaal mogen vieren, ja, tot versterking van onszelf, maar vooral ook tot eer van U. Tot de glorie van Uw grote naam. Dat dat volbrachte werk van U, Heer Jezus, ook tot op de dag van vandaag aanvaard en op waarde geschat wordt. Heer, schenk ons zo allen Uw genade. Of we nu een speciale taak hebben in deze dienst of niet, zegent U op de preekstoel, bij de tafel straks, zegent U achter het orgel, wees bij de diaken in de taak die zij hebben en geef zo wat nodig is. Zegent U degenen die gerechtigd zijn om avondmaal te vieren, maar wees ook bij degenen die dat niet zijn. Geef dat in hun hart een vuur mag ontbranden, een verlangen mag zijn om ook dit te mogen gaan beleiden. Voor de gemeente en voor U. Ja, zegent U zo de kinderen, bij de oppas, bij de parel. Zegent U ook dat deel van de gemeente wat hier niet is vanmorgen, maar op afstand de dienst meebeleeft. Heer, U weet dat verschillende van hen er graag bij hadden willen zijn. Maar het gaat niet vanwege de omstandigheden. We bidden U, geef ook hen thuis Uw zegen, dat ze gevoed en gesterkt mogen worden in het allerheiligst geloof. Heren, dan willen we in het bijzonder ook danken voor de geboorte van Luc de Boer. Dank U wel dat U Alexander en Anneke een nieuw leven hebt gegeven. Wat een voorrecht, heren. En wilt U hen ook Uw zegen geven als gezin in alle dingen. Dank U wel dat zuster Schuurman van Anker 3 mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. Heer, U weet dat er complicaties waren opgetreden, dat ze langer moest blijven, maar dat ze nu thuis is. Heer, en dan is het misschien nog spannend, gaat het inderdaad verder ook de goede kant op. We danken U voor wat we hebben ontvangen en bidden U zo om Uw zegen voor haar man en gezin. Dank U wel, Heer, dat Arjan IJsma zo'n positief bericht mocht krijgen. Heer, er is veel gebeurd de afgelopen maanden. En dan nu zo'n positief bericht, daar willen we U voor eren, loven en prijzen. Wij zien het als een zegen van U, Heren. Heren, we danken U ook met Eline Achterberg, dat de operatie goed is verlopen en dat ze weer verder mag herstellen. Heren, wat was het schrikken voor Luc en Annelinda Zwart. Heren, jong leven, Rebecca, koortstuip, ambulance. Maar heren, U heeft alles wel gemaakt. En daar danken wij U hartelijk voor. Dat Uw sparende hand er was. En dat ze weer thuis mag zijn. Geeft U ze zo als gezin wat nodig is. En boven alles vertrouwen op U. Heren, we bidden U voor broeder Jan Budding. Als hij komende vrijdag een buikoperatie hoopt te ondergaan. Heren, die stond al een poos gepland en nu gaat het gebeuren. Wilt U geven dat de ingreep goed mag verlopen. Dat er geen complicaties zullen optreden. En dat deze ingreep het gewenste resultaat mag bereiken. Heren, zorgt U ook voor zuster Ramona van Dorland van de Pollux 90. U weet, Heren, dat ze al zo lang kampt met klachten aan haar elleboog. Dat die peesontsteking maar voortduurt. Heren, nu zal er een operatie plaatsvinden. Wilt U haar zegenen? En geef dat deze operatie ook goed mag verlopen. En zo mag uitwerken, de uitwerking mag hebben dat zij haar arm weer goed kan gebruiken. Heren, zorgt U ook voor Marga de Wit als zij op grote afstand is in Madagaskar om daar voor Mercy Ships te werken. Geef dat zij Uw zegen mag opmerken en dat ze ook tot grote zegen mag zijn. Om daar ook vele arme mensen te helpen bij een ingreep die noodzakelijk is. Heren, geef ook Uw troost aan broeder en zuster van Dijk, van de Goudvink, als zij de weg naar het graf moeten maken. Heren, U weet dat de broer van Henk is overleden. We vragen U, wilt U ze samen nabij zijn, het klimmen van de jaren, als mensen om hen heen wegvallen. Troost U ze in alle dingen. Ja, troost U hen en troost U ook anderen die hier vanmorgen zijn, die op afstand verbonden zijn en die een geliefde moeten missen. Geef dat ze op U mogen zien. Heren, dan mogen we ook denken aan ja, dat verlies. Maar dan zijn die mensen ons voorgegaan. Dan leven ze al in volmaaktheid bij U.
En wij nog niet, Heer, wij mogen als pelgrims onderweg zijn. Op weg naar die bruiloft van het Lam. En geef, Heer, dat er vanmorgen zo voeding mag zijn. En dat we die voeding ook echt tot ons mogen nemen. We vragen het niet om iets in ons, maar om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, fijn dat jullie vanmorgen ook zijn. Nou, je ziet het plaatje eigenlijk al, hè, voor in de kerk. We vieren vanmorgen het avondmaal. Is dat anders dan anders? En bij het avondmaal dan gaat het om brood en om wijn, hè? Brood en wijn. En weet je wat nou de bedoeling is? Dat als je straks naar voren komt, degene die de avondmaal mogen vieren naar voren komen, dat ze niet alleen maar kijken naar het brood en de wijn, maar dat ze dat ook opeten. Dat ze dat ook doorslikken. Dat die brood en wijn binnenkomt. Nou, dat is eigenlijk ook wat God bij ons wil. Met de boodschap van vanmorgen in de preek, in het sacrament. Dat de Heer Jezus niet alleen iemand is om naar te kijken, zo op afstand. Maar dat de Heer Jezus wil binnenkomen in je leven. En je leven van binnenuit vernieuwen. Daar heeft Paulus ook over geschreven in Galaten 2. En daar gaan we dus met elkaar uit lezen. We lezen Galaten 2 vanaf vers 15 tot en met vers 21. En daarna zingen we Psalm 119, het negende vers. Wij, die van nature Joden zijn en geen zondaars uit de heidenen, weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Maar als wij die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet. Want als ik dat wat ik afgebroken heb weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreder ben. Want ik ben door de wet, voor de wet gestorven, omdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet teniet, want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven.
Na de verkondiging zingen we: Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolken boog. We zingen Psalm 36, daarvan het tweede vers na de verkondiging. Uitgangspunt voor de preek is wat we gelezen hebben, maar dan als kern lees ik nog een paar woorden uit vers 20. Maar Paulus zegt: En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En het thema voor de preek is identiteitsverandering. Identiteitsverandering. Twee punten. We kijken allereerst naar sterven aan het oude en vervolgens naar leven in het nieuwe. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u vanmorgen hier in de kerk en u als u op afstand verbonden bent. Het is een aantal jaar geleden. En aan een man op straat werd gevraagd: Wie ben je? Hij pakte zijn identiteitskaart erbij, liet hem zien en zei: Kijk maar, ik ben Simon de Jong uit Groningen, daar ben ik geboren. Oké. Een paar jaar later komen we diezelfde man weer tegen. En opnieuw wordt de vraag gesteld: Wie ben je? En hij zegt: Ik ben Niek den Oude, geboren in Maastricht. Hij pakt zijn identiteitskaart erbij en het staat er echt op. Wat is dit? Hoe kan dat nou? Het is toch dezelfde persoon, ja, een paar jaar later, maar nou, weet je wat er aan de hand is? Deze man, deze Simon, die later Niek genoemd werd, die heeft een zware crimineel verraden. Die heeft hem aangegeven, tegen hem getuigd en nu bestaat er het gevaar dat hij aangepakt zal worden. Dat er vergelding plaats zal vinden. En daarom moest zijn identiteit veranderen. Verhuizen. Hij heeft ook een ingreep ondergaan aan zijn gezicht. Die moedervlek die je zo goed kon zien, die is verwijderd. Hij heeft een andere naam gekregen. Woont op een andere plek, ander werk. En je zou kunnen zeggen, zijn identiteit is helemaal veranderd. Dat is best ingrijpend. Wonen op een andere plek. Luisteren naar een andere naam. Alles wordt anders. Tja. Paulus die schrijft in dit gedeelte: Bij mij is eigenlijk ook zoiets gebeurd. Ik ben ook op een gegeven moment compleet veranderd. Ja, dat werd zichtbaar. Toen God hem stilzette, werd hij van een Saul een Paul. Van een Saulus een Paulus. Van een vervolger een volgeling. Ja, hij veranderde compleet, maar hij zegt in dit gedeelte wat we gelezen hebben, die verandering was niet alleen van buiten, maar die verandering dat was van binnenuit. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Mijn oude ik, dood, stervend. Mijn nieuwe ik, Christus in mij, die leeft. Dat is het punt dat Paulus vanmorgen maakt in deze brief aan de Galaten. En we pakken de draad dus weer op. We hebben een keer eerder gezien dat in Galaten 1 Paulus heel scherp is. Hij komt gelijk ter zake, want hij is boos. Er wordt namelijk door dwaalleraren verkondigd dat je in de Heer Jezus moet geloven, maar dat om gered te zijn moet je ook Jood worden. En je houden aan die geboden. Het is het evangelie plus nog iets. En Paulus zegt: nee, dat klopt niet. Alleen het geloof in Christus maakt dat je gered bent. En hij was ook boos geworden op Paulus, op Petrus. Vorige week hoorden we dat. Dat Petrus eerst met de heidenen christenen at. Maar toen er in één keer van die strenge mensen uit Jeruzalem kwamen, schoof hij een tafeltje op, nee, een gebouw op. En maakte hij onderscheid. En Paulus was boos, want Petrus die maakte overwegingen niet op grond van het evangelie, maar uit zijn gedachten. Menselijke overwegingen en misschien wel angst voor mensen was voor hem zwaarder
dan wat het evangelie zei. En Paulus die betoogt heel duidelijk. Het is niet langer of je nou een Jood bent die in Christus gelooft. Of een heiden bent die in Christus gelooft. Het is, ben je in Christus of niet? Dat is de vraag. En de vraag eronder is dus, hoe ben je nou acceptabel voor God? Wanneer kun je nou zeggen als christen uit de Joden of christen uit de heidenen, ik ben gered, ik ben rechtvaardig voor God. Ik kan voor God verschijnen. En dan was dat dus niet nodig dat je eerst een hele Joodse identiteit aannam. Nee, zegt Paulus hier, dat heb ik geprobeerd. Maar wat nodig is, dat je aan die oude identiteit sterft. Mijn oude identiteit, waar ik voor stond, waar ik voor leefde, is gekruisigd. Die wet, die ik heel mijn leven zo goed heb proberen te houden, die weg van de wet die ik gegaan ben, ik ben ervoor gestorven. Vers 19. Ik ben gestorven voor de wet. Ik kwam erachter. Dit werkt niet. Zo kom ik er niet. Ik ben gestorven. En voor de mensen die dit de eerste keer hoorden, was dit schokkend. Misschien voor ons niet. Maar voor die gelaten was dit shocking. Want Paulus, door die wet leef je toch juist voor God? Hou je aan de geboden, dan leef je toch juist heel dicht bij God. Dat is toch wat de Bijbel zegt. Paulus, je roept nu wel iets, maar ken je Mozes dan niet? Deuteronomium 30, afscheidswoorden van Mozes, vers 15. Dan zegt Mozes het toch? Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade. Die twee wegen. En de weg van het leven, dat is de weg van Gods geboden. Hou je eraan en je zult leven. Hou je er niet aan en ga voor de dood. Paulus, hoe durf je dit te zeggen? Dat de wet de dood brengt. Dat is toch juist als je de wet niet houdt. Maar Paulus zegt, ik ben erachter gekomen wat Mozes ook gezegd heeft. Want Mozes heeft inderdaad dat verschil gemaakt. Maar ik ben er nou achter gekomen dat die wet goed is. Ja, dat die wet zo goed is dat ik die geboden niet kan houden. De wet is te goed. En Mozes heeft ook gezegd, Deuteronomium 31, vers 29, want ik weet dat u, na mijn dood, zeker op verderfelijke wijze zult handelen. De weg van de wet is het leven. Maar Mozes zegt, dat gaat toch niet lukken. En Paulus zegt, dat is nou mijn ervaring ook geworden. Want die wet is zo goed dat ik het nooit haal. En Paulus die zegt dat als een vrome jongen. Die als Jood alles gegeven heeft. Die alles voor had in zijn leven. Geleerd, gestudeerd. Hij zegt, ik bouwde daarop. Maar ik kwam erachter. Uiteindelijk haalde ik de norm niet. Dat is ook een stukje ellendekennis. Ellendekennis is dat je beseft, ik haal de norm van God niet. Hoe vroom ik ook ben, hoe hard ik me ook inzet, met mijn geloof, met mijn actie, ik moet eraan sterven. Broeders en zusters, haalt u vanmorgen de norm? Redt u het? Om nou echt met God te leven, met wat hij zegt. Komt u vanmorgen met uw ijver, uw ernst, uw serieuze bezig zijn van de afgelopen week? Of niet? Paulus zegt, het was mijn oude status dat ik een vrome Jood was. Maar ik kwam daarmee bij God. En weet je wat ik heb geleerd? Dat ik daaraan moest sterven. Dat dat aan het kruis moest. Dat dat nou niks is om op te staan. Waar denkt u op te staan? He, wij zijn wezens die heel makkelijk ergens onze identiteit, onze waardering aan ontlenen.
Dat je iets meer hebt of beter bent dan anderen. En het begint denk ik al bij kinderen. Die ene jongen in de klas, die heeft al tanden gewisseld, maar jij nog niet. Nou, dan, en op een gegeven moment, ja, is het zover, heb je ook een tand gewisseld? Nou, dan hoor je erbij, hè? En zo kun je dat invullen met heel veel dingen. Dat je status ontleent, dat je zo goed bent, goed kan rijden, kan rekenen, zoveel hebt, krachtig bent. Paulus zegt, dat was mijn status, zo stond ik bekend. Weet je dat ik geleerd heb? Dat als ik voor God kom, moet er een kruis doorheen. Daarmee kan ik niet bij God komen. Dat is niet wat mij daarbij brengt. Broeders en zusters, waarom wilt u bij God komen? Hoe komt u vanmorgen naar voren? Mag het dat zijn met een streep door alles van jezelf? En is dan het avondmaal ook niet een bevestiging? Dat daar waar je collega's je het gevoel geven dat je niet meetelt. Of waar ze juist ervoor zorgen dat je heel je identiteit ontleent en dat je zo goed bent op je werk. Dat je hier vanmorgen naar voren komt en zegt, maar dat is niet wat mijn leven stempelt. Ik word opgejaagd om een opleiding, maar dat is niet wat mijn leven is. Als ik voor God kom, mag daar een streep doorheen. Dat is niet wie ik ten diepste ben. En met dat je vanmorgen dat stukje brood neemt en dat slokje wijn. En dat je dat binnen laat komen. Dat je daarmee zegt, al dat oude, er mag een streep doorheen. Ik ben met Christus gekruisigd. Dan mag ik al sterven. En dan is het vergeven. Dan is het weg. En zo mag je kijken naar dat wat je status vorm gaf. Sterven aan het oude. Maar dan ook leven in het nieuwe. Als we alleen maar kijken naar wat er weg moet, dan gaat er iets mis. Nee, je mag wat verwachten. Kijk, als je dit gedeelte leest en je kent de context niet, dan zou je natuurlijk kunnen zeggen dat hij zegt, ik ben met Christus gestorven. En wat verwacht je dan? Met hem opgestaan? Of ik leef met Christus? Maar Paulus die wil hier de nadruk leggen op hoe diepgravend Gods genade is. En hij zegt niet alleen, Christus leeft met mij, of ik leef met Christus, zoals hij dat elders wel zegt. Maar hij zegt, Christus leeft in mij. Christus heeft overwonnen, hij is de levende, hij is opgestaan. En dat moet je dus niet zien, zo zegt hij tegen die gelaten en ons. Alsof de Heer Jezus dat overwonnen heeft en heeft een zak genade. En nu komt hij naar je toe en hij zegt, hier heb je een beetje genade. En dan neemt hij zelf weer afstand. Alsjeblieft voor vandaag een beetje. En hij doet de stap terug. Alsof hij iets geeft en verder weinig met je te maken heeft. Nee, zegt Paulus, daar waar Gods genade in je leven binnenkomt, daar komt Jezus je leven binnen. Mijn leven wordt zijn leven. Zijn leven komt openbaar in mijn leven. Het is dus nog meer dan ik heb vergeving van zonde ontvangen. Nee, met dat ik dat brood in me neem en die wijn, is dat een bevestiging dat onze Heer Jezus ons van binnenuit wil vernieuwen. Dat hij in jouw hart wil wonen. In uw hart. Je weet wat er leeft, hè? Daar wil ik wonen, zegt hij. Zodat ons leven nieuw wordt. Van binnenuit. Zodat je van een Saul een Paul wordt. Dat God in je leven niet af en toe het reservewiel krijgt, maar het stuurwiel heeft. Niet de assistent, maar de kapitein. Maar misschien is er iemand vanmorgen die zegt, ja, mag dat ook wel voor mij gelden? Want Paulus is wel een apostel. Nou, als Paulus dit uitlegt aan de gelaten, zijn dit mensen die zeer waarschijnlijk, misschien nog wel in de kinderschoenen van het geloof staan. Die nog niet zo lang geloven. En Paulus die vertelt dit tegen hen,
om daarmee niet duidelijk te maken van, oké, als je eenmaal jarenlang met God leeft en je bent een soort van apostel, dan... Hij zegt dit tegen mensen die ergens nog in de kinderschoenen staan. Hij zegt, weet je wat er nou gebeurt? Als je in hem gelooft, dan gaat er een streep door je oude ik. En dan komt hij in je. Om je steeds meer naar zijn beeld gelijkvormig te maken. Ja, zeg je. Soms voel ik dat. En soms voel ik er ook maar weinig van. Ja, ik denk dat veel gelovigen in de Bijbel je de hand kunnen geven. Abraham, Paulus noemt het ook nog, de vader van de gelovigen. Was die altijd zo op de toppen van zijn geloof? Leefde hij nou altijd volmaakt? Soms is hij het spoor compleet bijster. David, de man naar Gods hart. Ja, iemand die heel dicht bij God leeft, maar soms ook zo ver weg. Paulus weet ook hoe dit kan gaan. En toch... Toch denk ik dat als het gaat over Abraham, als het gaat over David, dat als je twee dingen aan ze zou vragen, dat ze dan altijd ja zouden zeggen. Dat gaat over mij. Twee dingen waar Paulus in dit gedeelte ook op wijst. En het eerste is dan in vers 19. Opdat ik voor God zou leven. Dat. Abraham, wil je voor God leven? Ja, ik wil het. David, wil je voor God leven? Ja, ik wil het. Broeders en zusters, als God je leven vormt en verandert, dan gebeurt bij ons wat er bij Paulus is gebeurd. Als Paulus stil wordt gezet, dan zijn er twee vragen. Dan vraagt hij, wie bent u? En wat wilt u? Wat wilt u dat ik doen zal? Broeders en zusters, als dit nou werkelijkheid is in je leven, dat Christus binnenkomt, dan werkt hij een verlangen in je, zodat, opdat, je voor God zou leven. Dat je gericht bent op hem, op zijn eer. Herkent u daar iets van? Wil je voor God leven? Ik vraag niet of je volmaakt bent, maar is er dat nieuwe, dat verlangen dat je niet gestempeld wordt door alles wat mensen van je vinden en wat social media je opjaagt, maar dat je zegt, het is mijn verlangen dat ik voor God leef. En dat andere. Nou, vers 21. Ik doe de genade van God niet teniet. Paulus zegt, die genade van God, die is voor mij kostbaar. Dat is voor mij nou alles waard. Daar draait het om. Gods genade. Is dat iets waar wij lichtvaardig mee omgaan? Of zegt u, in die genade van God, als ik kijk in de bodem van mijn hart, dan is die genade van God zoveel waard. Met u welkom aan de tafel. Daar leef ik van. Kom dan naar voren straks. En proef die liefde van de Heer, want zegt vers 20 aan het eind, die mij heeft lief gehad en zichzelf heeft voor mij heeft overgegeven. Voor mij heeft hij dat gedaan. Hij heeft mij lief gehad. Wat een wonder. Aan de avondmaalstafel mag ik dat proeven. Pak het brood. En ik ervaar de liefde van de Heer Jezus. Toen ik nog zondaar was. Ik neem de wijn. En ik ervaar dat hij mij lief heeft. En zich daarom heeft overgegeven. Ik ben aan de tafel. En ik hef mijn hart op naar de Heere, beseffen dat hij mij lief heeft en mij zich zo gegeven heeft. En nee, ik snap nog niet alles, maar ik wil wel gestempeld worden door zijn genade. En dat mag onze identiteit veranderen, vernieuwen. Ja, wat een wonder, als we samen ons mogen verwonderen over die genade van de Heer Jezus. Want kijk eens naar zijn identiteitsverandering. Vader, zend mij maar. Want ik heb die mensen lief, die zondaren. Van goddelijke identiteit naar een mens. Van heilig
naar in het vlees. Van aanbidding in hemelse sferen naar verachting, alsof hij de grootste misdadiger was. Jezus wilde zijn identiteit zo veranderen, omdat hij van zondaren houdt. Dat nieuwe leven wil geven, zodat ik, met dat ik vanmorgen aan de tafel ga, mag zeggen, ik ben niet allereerst man, allereerst vader, allereerst echtgenoot of dominee. Maar ik ben van hem. Zo zeker als ik dat brood in mij neem, zo zeker leeft hij in mij. Wat een wonder. Ik die dat niet verdiende. Ik keer me zo makkelijk de rug naar hem toe. Maar hij keerde zich naar het kruis om mij het leven te geven. Dat mag voor mij de bron, de basis van mijn leven zijn. Wie ben ik? Ik ben van hem. Wie ben ik? Ik hoor bij hem. Wie ben ik? Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Amen. Zullen we samen het formulier lezen. Laten we nu vervolgens ook overdenken met welke bedoeling de Heere voor ons het avondmaal heeft ingesteld. Namelijk dat wij dat doen zouden tot zijn gedachtenis. We zullen hem op de volgende wijze gedenken. Wij vertrouwen allereerst in ons hart ten volle dat onze Heer Jezus Christus, volgens de beloften die vanaf het begin aan de vaderen in het Oude Testament gedaan zijn, door de Vader in deze wereld is gezonden. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen en de toren van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten wegzinken, vanaf het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven op aarde, voor ons gedragen. Hij heeft voor ons alle gehoorzaamheid aan Gods wet en de gerechtigheid vervuld. In het bijzonder toen hij, onder de last van onze zonden
en van Gods toorn in de hof van Gethsemane bloedig zweet heeft uitgeperst. Daar werd hij gebonden, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna heeft hij onnoemelijk veel smaad geleden, opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij in Gods gericht vrijgesproken zouden worden. Hij heeft zelfs zijn gezegend lichaam aan het kruis laten vastspijkeren, omdat hij de schuldbrief van onze zonden daaraan zou hechten. Zo heeft hij de vervloeking van ons op zich geladen, omdat hij ons met zijn zegen zou vervullen. Hij heeft zich met lichaam en ziel aan het kruishout vernederd tot in de allerdiepste smaad en angst der hel, toen hij met luide stem riep: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. Ten slotte heeft hij met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en verzoening, bevestigd, toen hij zei: het is volbracht. Omdat wij nu vast en zeker zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus tijdens zijn laatste avondmaal het brood, dankte, brak het en gaf het zijn discipelen en zei: neem, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij na het avondmaal. De drinkbeker, dankte, gaf hun die en zei: drink allen daaruit. Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving van zonden. Doe dat zo dikwijls als u die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat betekent: zo dikwijls als u van dit brood eet en uit deze beker drinkt, wordt u door dit betrouwbare teken en onderpand herinnerd aan en verzekerd van mijn hartelijke liefde en trouw voor u. Want ik geef voor u mijn lichaam aan het kruishout over in de dood en vergiet mijn bloed voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Met mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed voed ik uw hongerige en dorstige zielen tot het eeuwige leven. Evenzeker als voor ieders oog dit brood wordt gebroken en deze beker hem wordt aangereikt. En evenzeker als u met de mond eet en drinkt tot mijn gedachtenis. Met deze instelling van het heilig avondmaal door onze Heer Jezus Christus wordt ons duidelijk dat hij ons geloof en vertrouwen richt op zijn volkomen offer dat eenmaal aan het kruis is geschied. Want dit is het enige fundament voor onze zaligheid. Aan het kruis is hij voor onze hongerige en dorstige zielen tot ware spijs en drank voor het eeuwige leven geworden. Immers, door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven. Zo hebben wij door die geest, die woont in Christus het hoofd en in ons zijn leden, met hem waarachtige gemeenschap en krijgen wij deel aan al zijn weldaden, het eeuwige leven, gerechtigheid en heerlijkheid. Bovendien is het door die geest dat wij als leden van één lichaam met elkaar in ware broederlijke liefde verbonden worden, zoals de heilige apostel spreekt: omdat het brood één is, zijn wij die velen zijn, één lichaam, want wij allen hebben deel aan het ene brood. Uit vele graankorrels wordt immers één en hetzelfde meel gemalen en één brood gebakken. En uit vele geperste druiven vloeit één en dezelfde wijn en drank, die zich tot één geheel vermengt. Zo zullen wij allen, die door het waarachtig geloof in Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde samen één lichaam vormen, omwille van Christus, onze geliefde zaligmaker, die ons tevoren zo bijzonder heeft liefgehad. Dit zullen wij niet alleen met woorden, maar ook met daden aan elkaar bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige en barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Laten we nu, omdat wij dit alles mogen ontvangen, ons voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat u in dit avondmaal, waarin wij de heerlijke gedachtenis oefenen van de bittere dood van uw geliefde Zoon, Jezus Christus,
door uw Heilige Geest zo in onze harten wilt werken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen, hoe langer hoe meer, aan uw Zoon Jezus Christus overgeven. Wij bidden u dit, omdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gevoed en verkwikt worden. En wij niet meer in onze zonde leven, maar hij in ons en wij in hem. Wij bidden u dat wij zo volkomen deel mogen hebben aan het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade, dat wij er niet aan twijfelen dat u voor eeuwig onze genadige Vader zult zijn, die ons onze zonden nooit meer toerekent en die voor ons in alles, naar lichaam en ziel zult zorgen als uw geliefde kinderen en erfgenamen. Schenk ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefheid met opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken en ons voor eeuwig tot zich zal nemen. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We gaan met elkaar zingen. En na het zingen van de psalm bent u uitgenodigd om het heilig avondmaal te vieren. De bedoeling is dat u zo ver mogelijk naar voren loopt en ook naar het midden van de bank. En dat zal dus zijn direct na, bij het naspel van psalm 146. We zingen nu psalm 146, het derde vers.
opdat wij dan met het ware hemelse brood, Christus, gevoed mogen worden. Laten we niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Daarin wijzen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof. Laten we er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden als wij het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Het brood zal nu onder orgelspel worden uitgereikt, doorgegeven. Pakt u een stukje, houdt u het bij u. En als ik dan straks de instellingswoorden heb uitgesproken, zullen we het gelijktijdig tot ons nemen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.
De wijn zal nu onder orgelspel uitgereikt worden. De gekleurde cupjes bevatten druivensap. Als u de schaal aangereikt krijgt, houdt u hem even vast, zodat degene naast u het cupje ervan af kan pakken. Geeft u dan de schaal door en pakt dan zelf ook een cupje. De drinkbeker der dankzegging, waarmee wij dankzeggend zegenen, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neem, drink allen. Gedenk en geloof dat het bloed van onze Heer Jezus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.
Ik wil graag een heel klein stukje lezen uit de Bijbel. De helft van een vers uit Johannes 11. Johannes 11, dat is een situatie waarin het leven een wending neemt die je soms niet begrijpt. Lazarus gestorven. En Martha en Maria, ze begrijpen er niks van. Jezus te laat. We kunnen hier ook zitten met ja, hoe ons leven gelopen is. Ik zeg, ik begrijp het soms niet. En waarom Jezus te laat? En dan lees ik uit vers 25 het eerste stukje. Dat de Heer Jezus tegen Martha zegt. Ik ben de opstanding en het leven. Ja, Martha, je snapt niet hoe het leven soms loopt. Ja, Martha, jij begrijpt niet waarom dingen zo gaan zoals ze nu gaan. Maar kijk eens wie ik ben. Ik ben de opstanding en het leven. En zo zeker als het brood en de wijn bij ons binnenkwam, zo zeker wil Hij dat leven van Hem in ons uitwerken. Wat een genadige God dienen wij. Zullen we daar ook van gaan zingen? Welzalig Hij die al zijn kracht en hulp alleen van U verwacht. En als we dan dat gezongen hebben, mag bij het naspel de tafel verlaten. En dan bent u welkom om naar voren te komen. En mag u ook, als u van de tafel weggaat, de cupjes doen in de tafelbestemde bakken. En eventueel ook een dankoffer aan de Heere geven. Zingen we nu Psalm 84, het derde vers.
Er is nog plaats. En als er nu gevraagd wordt, wie bent u? Wat zeg je dan? Ben je wie de mensen vinden dat je bent? Bent u wie u denkt dat u bent? Vanmorgen is de tafel gereed en er is nog plaats. Zoekt u het leven buiten uzelf in de Heer Jezus? Bent u welkom aan de tafel, zodat je leven niet meer langer gestempeld wordt door je verleden, door wat familie zegt, door wat je vrienden zeggen, maar dat je leven nou gestempeld mag worden door de Heer die zijn leven in je openbaart. Is er nog iemand die nog niet geweest is, die die roepstem van de Heer niet naast zich neer kan leggen? Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Als er geen meer zijn, dan zal met deze tafel de morgendienst worden besloten. Het brood zal nu worden uitgereikt. Pakt u het stukje bij u, houdt u het bij u tot ik de instellingswoorden heb uitgesproken. Dan kunt u het tegelijkertijd tot u nemen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.
De wijn zal nu worden uitgereikt. In de gekleurde cupjes zit druivensap. Als u de schaal ontvangt, houdt u hem even vast, zodat degene voor u er een cupje kan afpakken. De drinkbeker der dankzegging, waarmee wij dankzeggend zegenen, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neem, drink allen. Gedenk en geloof dat het bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.
Zoals ik bij de eerste tafel aangaf, wil ik ook nu lezen uit datzelfde vers. Situatie dus, Lazarus gestorven. Martha en Maria begrijpen niet alles of veel niet van het leven. En ook niet hoe de Heer Jezus zijn weg gaat in hun leven. En dan zegt hij dus, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. De Heer Jezus zegt, ik ben het leven. En met dat ik voor je sta en je gelooft in mij, besef dan dat het niet alleen maar gaat om het leven hier en nu, maar dat je leeft ook al was je gestorven. En broeders en zusters, dat heeft u net geproefd. U mag vanmorgen volproeven. Dat leven van de Heer, wat nu een begin heeft in ons. Terwijl we moeten zeggen, waarom is ons leven soms nog zo onbegrijpelijk? Dat we mogen proeven. Je zult leven, ook al was je gestorven. Dan vertelt de Bijbel hoe heerlijk en hoe goed dat is. Wat een voorrecht dat de Heer zo voor ons wil zijn. Laten we daar ook van gaan zingen. In Psalm 84, vers 6. En straks mag je bij het verlaten van de bank de cupjes in de daarvoor bestemde bakken doen. En eventueel ook een dankoffer geven. Psalm 84, vers 6. Want God de Heer, zo goed, zo mild.
zullen we samen de Heere danken. Dank u wel, Heere, dat u ons het leven geeft. Dank u wel dat we vanmorgen mogen proeven hoe lief u ons heeft. Dat we vanmorgen, te midden van alles wat er in ons leven soms onbegrijpelijk is, mogen proeven dat u de opstanding en het leven bent. Dank u wel dat we mogen voorproeven dat wat eenmaal komt. Wat zal het heerlijk zijn? Wat zal het goed zijn? Wat bent u groot in genade? Wat bent u groot in uw trouw? Wat bent u groot in uw liefde? En wij prijzen en loven u voor wat u ons vanmorgen geschonken hebt. Voor hoe u ons een nieuwe ik wil geven. Heere, versterk dat. Ook de rest van deze zondag, Heere, gaat u met ons mee. Zegen ons als we op afstand verbonden waren en wellicht er vanmiddag zullen zijn. Geef vanmiddag ook een goede dienst. Wees ook bij degenen die geen avondmaal gevierd hebben. Werk in hun hart, Heere. Zegent u ook de jongeren, de kinderen. Werk ook in hun hart. En aanvaard zo onze lof, onze dank. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. U mag uw gave geven. En daarna zingen we zo mogelijk staande onze slotzang. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Psalm 27, het 7e vers. Thank you.
ontvangt u bidden de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.